nieuwe aflevering van De Local op Schagen TV. Vandaag zijn we in Annapolona en hebben we een interview met Niels en Sebastiaan die samen het DJ-duo Autiek vormen. Nou, ik ben Bas en dit is Niels. Wij zijn het DJ-duo Autiek, ook producers. We zijn DJ's, dat zegt het eigenlijk al. Wij gingen samen naar Tomorrowland en die dag daarna zijn we samen de studio ingedoken. En het beviel zo goed en die track die was op zich was het anders dan de rest. Dus toen dachten we van nou, we gaan gewoon samen verder. Niels die ken ik eigenlijk al van jongs af aan. We zijn hele goede vrienden. We zijn samen begonnen met sporten. En Niels die was eigenlijk al best wel fanatiek in de muziek, zeg maar, met producties. Hij wist er al heel veel van. Op jonge leeftijd was hij al echt. En ik zat er eigenlijk altijd wel een beetje bij. Ik was ook echt een muziekliefhebber. En een beetje te oordelen over de muziek, maar nooit echt gedacht van nou, dit wordt serieus wat. En toen inderdaad, wat hij zei, Tomorrowland 2014 was het geloof ik. Toen zei ik van nou ja, ik heb wel de connecties en Niels die heeft de producties. En zo zijn we echt samen van start gegaan, weet je wel. En Niels die weet gewoon heel veel van muziek, die echt van de techniek tot aan de producties. En ja, ik weet gewoon heel veel, ik ken heel veel mensen, ik ben heel makkelijk in de communicatie. En zo vullen we elkaar aan en helpen we elkaar. Hoe wij op de naam Autiek zijn gekomen, dat is, nou zijn alle twee wel een beetje autistisch. En we proberen ook iets unieks, dus dan krijg je automatisch autistisch en uniek maakt Autiek. Wat voor muziek maken wij? Dat is eigenlijk best wel een beetje lastig. Want Niels die heeft echt een unieke stijl. Ik denk dat we daarom ook echt uniek zijn in onze tracks. Soms ook een beetje lastig, omdat ja, het is soms niet heel commercieel. Maar ik denk wel dat we proberen ons echt te richten op house en techno. Daar zijn we echt mee bezig. Hardstyle kunnen we ook wel produceren. Die daarin een beetje onze idolen ook zijn. Tenminste, wat voor mij echt spreekt is Man With No Shadow. Ruben, dat is ook een vriend van ons. Nou, het is gewoon echt een topper. En gewoon een groot voorbeeld van ons. Benny Rodriguez is voor ons ook echt iemand. We hebben nog meer in de hardstyle toch wel Frequences. Vind ik heel tof. Ik doe vooral de connecties inderdaad. En ik leer van Niels heel veel van de muziek zelf. En ja, samen draaien we dan echt. En producties help ik hem met ideeën. Waarvan ik zeg, nou, dit kan beter en dit niet. Als je aan het produceren bent, dan luister je zo vaak naar hetzelfde stukje. Dat je een keer gewoon frisse input nodig hebt van iemand. En Basti is dan vrij snel van Niels. Anders, dit gaan we zo doen, gaan we zo doen. We zijn best wel lang bezig met de producties. En we zijn nu een klein jaartje dan echt dat we fanatiek bezig zijn met draaien. En daar ben ik eigenlijk heel erg mee bezig. En ik probeer wel 2 of 3 keer per maand een booking te krijgen. Wat we binnenkort hebben is Club Rodenburg. Ja. Dat is echt super vet. Een grote club met Pep & Resh en Bouwing & Villa. Dat zijn echt twee hele grote namen. En daar heb ik echt super veel zin in eigenlijk. Ja. Ons tofste optreden was met oudjaar, nieuwjaar in de IGES. Dat vonden we zo vet. En PMF afgelopen keer in Brezant. Toen stonden we voor Girls Love DJ's. En dat was gewoon die sfeer in die tent, alles was gewoon goed geregeld. Wat willen wij nog bereiken in de toekomst? Dat vind ik een hele mooie vraag. Ik moet zeggen, daar durf ik eigenlijk ook geen antwoord op te geven. Ik denk dat het gewoon heel belangrijk is dat je plezier hebt in wat je doet. En ook dat je je goed voelt bij de muziek die je draait. Wat dat voor ons is in de toekomst, durf ik ook niet te zeggen. Ik denk niet dat wij op één ding blijven. We hebben heel veel connecties, ook in de techno en ook in andere stijlen. En ik denk dat we zeker nog wel uitstapjes gaan maken. En wat we willen is natuurlijk gewoon zoveel mogelijk en zo vaak mogelijk overal draaien. Maar ja, ik denk dat het niet te bepalen is. Ik denk als je gewoon doet wat je leuk vindt, dan kom je er vanzelf. En dan zien we wel hoe ver we komen. Zolang je er maar van geniet.